Deze beschouwing, die gaat over Darwin en zijn evolutietheorie. En daar ga ik het nu niet uitgebreid hebben over waarom het een onzinnige theorie is. Want dat is het namelijk. En... In het kort samengevat, in de 19e eeuw had je meer. van dat soort bespiegelingen. over waar het leven vandaan komt. En dan had je dus Charles Darwin. met zijn Origin of Species. Maar je had ook een man. en die heette Lamarck. die had het over spontane generatie. In die zin dat je. Als je uh, graan hebt. dan krijg je vanzelf muizen. Want muizen lusten graag graan. Nou, en, en het ene dat creë creëert het andere. Nou, die theorie. Die, uh, <laughs> dat gelooft niemand. Dus. Uh. En in de 20 twintigste eeuw is er een boek geschreven door een Nederlander, die heet Jordan. En het boekje heeft als titel De Causale Verklaring van het Leven. En heb ik hier een huis? Dat heb ik al een paar keer besproken. Ik pak het er wel eens bij als ik weer zin heb. Dat is van een evolutiebioloog. Want evolutie betekent niets meer dan ontwikkeling. En er is sprake van ontwikkeling in de natuur. Een foetus is veel minder geavanceerd en ontwikkeld dan een uitontwikkeld wezen. En in de evolutiebiologie is in de jaren dertig van de vorige eeuw. Afscheid genomen van het verhaal van Darwin. Het verhaal van Darwin komt erop neer dat alles bij toeval uh, is ontstaan. Dus er, is, uh, er is geen waarom-vraag. Net zo min als dat je je afvraagt: uh, waarom gooi je een zes met een dobbelsteen? Nou, zegt iemand, het had net zo goed een 5 kunnen zijn of een 4 en nu is het een 6. Ja. Het probleem met het, de theorie van Darwin is dat als je even deze dobbelsteenvergelijking erbij haalt, dat je hebt een dobbelsteen gekocht bij de speelgoedwinkel en daar heb je duizend keer mee gegooid. En duizend keer achter elkaar had je een 6. Maar ja, dan ga je niet meer zeggen van, goh, nou dat is toevallig. He? Dat kan wel. Natuurlijk kan je duizend keer achter elkaar een 6 gooien. Eén keer een 6 gooien, dat is een kans van 16, 17 procent. Twee keer een 6 gooien is een kans van uh, is het dan 1 36ste. Is 3%. Twee keer een 6 gooien is uh, 0,02 procent, nee 0,02%. <laughs> drie keer een 6, nou te water, onze water. 10 keer achter elkaar een 6 gooien. Dat is zo'n kleine kans, man. Maar dan duizend keer achter elkaar een zes gooien, dat is belachelijk weinig. Ik denk als ik dat probeer uit te rekenen in Open Office, dat ik dan in Open Office een, een error krijg. Open Office, dat is gewoon... zoiets als Microsoft Office, maar dan gratis, open source. En er zit een spreadsheet in. En dan ja, heb je ook een rekenfunctie. Dingen zitten erin. Maar nou je ja, Open Office gaat zeggen... Jeetje, wat een klein getal zich. En dat is het met de theorie van Darwin. En dat weten we sinds het begin van de 20e eeuw. Tja... En toch wordt het nog steeds gedoseerd, hè, op scholen. Het is geen enkel probleem, hè? terwijl we weten dat het niet klopt. Het leven is niet bij toeval ontstaan. Punt. Dat weten wij. En toch blijven ze me zeggen tegen onze kinderen dat het leven bij toeval is ontstaan. Waarom doen ze dat? Punt 1. Het is niet aardig om te liegen. Punt 2. Het is niet aardig om te liegen als autoriteit. En punt drie, het is niet aardig om als autoriteit te liegen tegen een hele kwetsbare bevolkingsgroep, te weten kinderen. Waar moeten die kinderen wel niet denken? Ze gaan er maar vanuit. Ja, nou, de leraar zegt het, dus uh, ja, het zal wel waar zijn. Terwijl de leraar die beweert dat het, het hele leven een toevallige samenklontering is van moleculen en atomen en atomaire subdeeltjes of zo. De, die leraar die dat zegt, die, die zegt als het ware tegen zijn kinderen van nou, als je een keer een dobbelsteen hebt en je gooit duizend keer achter elkaar een 6, nou dan hoef je er niet van uit te gaan dat iemand heeft gevoeteld met die dobbelsteen hoor. Nee nou hoor. Als een gewone normale dobbelsteen, dat, dat kan. Dus, uh, sommige dobbelstenen, ja, de, de, bij toeval. Die gooi je, ja, dus. Uh, yo, heb je duizend keer achter elkaar een zes. Maar dat wil niet zeggen dat die dobbelsteen. Uh, weet je dat ook alweer? Loaded, zeggen ze dan uh, op zijn Engels. Natuurlijk kan je ervoor zorgen dat, een dobbelsteen, of meestal een zes, uh, dat je daar meestal een 6 mee gooit. Dan doe je een stukje lood of ander, iets, iets zwaars. Dat doe je aan de kant van de 1. Nou, en dan gooi je met die dobbelsteen en dan gaat de zware kant, de 1, die gaat naar beneden. En wat zit er aan de andere kant van de 1? Ja, een 7 natuurlijk. Ik bedoel, het is samen 7, aan de andere kant zitten 6'en. Maar de 3 zit tegenover de 4. De 2 zit tegenover de 5. Dat is altijd samen 7. En de 1 zit tegenover de 6. Dus doe je aan de kant van de 1 een, ja, een stukje lood. En je gooit met de dobbelsteen, ja, dan krijg je een 6. Als je ermee gooit. En heb jij een dobbelsteen gekocht bij een spelletjeswinkel? Eén die gooit alleen maar 6'en ja dan moet je teruggaan met die dobbelstenen tegen die man zeggen van ja deze dobbelsteen is niet goed mag ik een andere want dit is niet leuk uh, mensen erger je niet als iedereen de hele tijd een zes gooit wat heb ik dan nou in die dobbelsteen ik ben net zo goed uh, niets met een dobbelsteen gooien. maar de biologieleraar zegt van nee nee dus uh, nou, nee, het is gewoon uitermate onwaarschijnlijk. Het is zo ongelooflijk onwaarschijnlijk dat het niet eens voor te stellen is dat je het überhaupt kan bedenken. Maar het is toch zo? Dat is toch erg? En onze kinderen, die, die moeten dat uit hun hoofd leren. En ze moeten dat netjes weten te herhalen op een tentamen. En anders krijgen ze nog een onvoldoende ook. En waarom eigenlijk? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, nee, want uh, de evolutietheorie, dat is het, de enige remedie tegen die onzin die in de Bijbel staat. En er moet er iemand uh, komen met onzin tegen die Bijbel en uh, alles is geoorloofd, zelfs uh, nog grotere onzin. Als jij dat zo zegt, Perry. Wat zei je ook alweer? En wat zei ik ook alweer? Ja, precies. Luister eens naar wat je zelf zegt. Kijk. Hey. Als jij vindt dat in de Bijbel allemaal onzin staat, heb je punt 1 de Bijbel nog nooit goed gelezen. Klaar. Hm? Geldt voor iedereen. Ik ken geen mens die de Bijbel met aandacht heeft bestudeerd en gezegd heeft: wat een ongelofelijke onzin. Geen één. Ik ken wel stapels mensen die één, uh, twee versen uit de Bijbel hebben gelezen en uh, gelijk zeggen: wat een onzin. Die ken ik wel. Maar geen mensen die de Bijbel fatsoenlijk bestudeerd hebben. Anders gezegd, mensen die de Bijbel de, het respect hebben gegeven wat het boek verdient, die zeggen allemaal, jeetje wat een ingewikkeld, fantastisch, geweldig boek. Of ingewikkeld. Maar nou, nee, het is eigenlijk wel ingewikkeld. Dus er zitten heel veel lagen zitten erin. Ja, nou, zie je het maar eens te begrijpen. Het is in principe een boek... ...wat antwoord geeft op elke levensvraag. En... Als je dat nou, uh, die Bijbel, als je dat staat per se voor jou... Uh, nou, dat kan helemaal niet kunnen. En ik vind niet dat ze op school uh, met de Bijbel moeten komen. Nou, dat hoeft voor mij ook niet. Maar leer dan de kinderen uh, de, het verhaal van Iman en Wakant. Dat de oorzaak van alles wat je kan waarnemen... Dus al het meetbare en al het telbare, de oorzaak daarvan is uh, niets in het meetbare en telbare. Dus er is een actor, een, een entiteit met een mooi woord om iets neutraals te gebruiken, en die staat er helemaal buiten. En die heeft de boel veroorzaakt. Een Arthur Schopenhauer heeft die entiteit een naam gegeven en gezegd: de wil. En in de Bijbel heet die entiteit God. Of uh, Jehovah. Ligt er een beetje aan hoe je. Huh? Elohim, of Elohim is weer anders. Huh? Het is een kwestie van naamgeving. Maar zo zit het in elkaar. En dat wil dus niet zeggen dat als je kinderen niet die volslagen onzin van Darwin door de strot duwt, dat je ze dan uh, richting de Bijbel drijft. Normaal niet. Je zegt alleen maar dat de oorzaak van al het meetbare en telbare, inclusief alle konijnen en jijzelf, die, die oorzaak, die zit hem niet in het meetbare en telbare en die is dus wetenschappelijk gesproken nooit gevonden. En gaat ook niet gevonden worden, want het kan niet. Die oorzaak van alles wat er is, die valt noodzakelijk buiten dat wat er is. Punt. Ik heb je kop gaan staan, maar zo is het. Dat zou je kinderen moeten leren als je respect hebt voor kinderen. En daar komt denk ik de aap uit de maal. Namelijk dat dat respect voor kinderen... er helemaal niet is. Ze nemen er genoegen mee... om de, de komende... Uh, ja, de nieuwe generatie... Uh, vol te proppen... met de meest ongelofelijke lulkoek. En het interesseert ze helemaal niks. Uit puur disrespect... voor de mensheid... Of, of zie ik dit nou verkeerd? Ja, ik geef je even tien seconden om erover na te denken. Maar zie ik het nou verkeerd? Wat zie ik dan verkeerd? Ja, you tell me. Ik zou het niet weten wat ik verkeerd zie. Immanuel Kant heeft gelijk. Vanuit de logica. En Schopenhauer ook. Met zijn betere benoeming, namelijk uh, dat het ding op zichzelf. Uh, dat is dan de, de naamgeving van Immanuel Kant. Voor dat wat alles veroorzaakt heeft, het ding op zichzelf. En Schopenhauer heeft gezegd van ja, laten we dat de wil noemen, want het gaat hier om een wil. Nou, dat lijkt me wel een prima verbetering qua naamgeving. Nou, Schopenhauer heeft ook uitgelegd dat het dus noodzakelijk is dat mensen moreel doen tegen elkaar. Je hebt geen basis om een ander de hersens in te slaan? Dat is onzin als je dat soort dingen doet. Maar waarom leren ze dat niet aan de kinderen? Nee, we proppen ze vol met onzin. Van ja, kijk, uh, je had eerst had je echt helemaal niks. En dat is toen geëxplodeerd. En uh, nou die explosie, nou dat kan je wel voorstellen, was het uh, als je niks laat exploderen, wat krijg je dan? Ja, dat is een goede vraag aan jou, ja? Wat krijg je als je niks laat exploderen? Geëxplodeerd niks of zo. Dat zal wel. Nou, het geëxplodeerde niks, dat, dat zijn dan wat we nu dan de atomen noemen en de atomaire deeltjes. En uh, ja, die lagen een beetje in een rommeltje door elkaar. En uh, ja, na zoveel miljard jaar uh, had je Perry Winkel en die praat in een SM-58 microfoon. En jullie luisteren ernaar. En je denkt, jeetje, wat kan die Perry ouwe hoeren zeg? Want je kan nog denken ook. En dat is allemaal toevallig. En gij gelooft daar zelf. Dat meen je toch niet? En mijn mening is dat het hier gaat om een satanistische, absoluut doortrapte, mensheid minachtende beweging. Je kan zeggen wat je wil van de mensheid... maar wij hebben het wel voor elkaar gekregen... om zo'n gigant als Immanuel Kant voor te brengen. Die op basis van logica zegt... het meetbare en telbare... leidt niet tot het antwoord... van het ontstaan van het meetbare en telbare. Want dat kan niet. Nou, en als iets niet kan... Dan, dan kan het dus niet en dus dan moet er wat anders zijn. 1780, 240 jaar geleden. Nou, je gaat mij niet vertellen dat je iets wat 240 jaar geleden bij elkaar geknutseld is, dat je dat heden dagen niet kan uitleggen van kinderen van 13 jaar en ouder. Want ik kan het uitleggen. Ik zal een beetje uh, uh, mijn, mijn logica moeten oppoetsen of zo. Maar ik kan het uitleggen. Het heeft te maken met het synthetisch a priori. Oh, maar dat is wel een heel ingewikkeld woord. Nee, dat valt reuze mee. Als je me eventjes weet wat synthetisch is en wat a priori is. Hoe Piet is in de keuken, is een synthetische uitspraak. <laughs> Marie zit op het toilet, is een synthetische uitspraak. Voetballen is een sport, daarentegen, dat is analytisch. Zo ken ik het nog wel meer, Hout wordt gemaakt van bomen, dat is analytisch. Lucht is niet vloeibaar, dat is ook analytisch. Zware voorwerpen vallen omlaag. Die is synthetisch, denk ik. Want die zegt iets over wat boven en wat onder is. Ja, ik wil maar zeggen, er is ook zoiets als synthetisch a priori. En dat is dan synthetisch en dat weet je van tevoren. Want a priori betekent dat je het van tevoren kan weten dat iets waar is. En dat zware voorwerpen omlaag vallen, dat weet je pas als je het uitgeprobeerd hebt. Het kan namelijk zijn dat je met z'n allen ondersteboven hangt, maar dat je dat niet in de gaten hebt. Het schijnt ook zo te zijn dat als een duiker uh, ja, bijna het bewustzijn verliest of zo, en, uh, en hij moet weten hoe hij naar boven komt. Dat hij dan het beste eventjes uh, wat lucht kan laten ontsnappen uit zijn zuurstoftank. En dan kijken waar de bellen naartoe gaan. En dat hij dan weet, oh, daar is de bovenkant. Dat hij dat op zijn, hè, met zijn waarneming niet, uh, niet kan weten wat boven of onder is. Omdat hij helemaal, uh, weet ik veel, stikstofbellen in zijn bloed ofzo. zo ziekte zeg het maar. Dat is a posteriori kennis. Kennis die je pas hebt nadat je het experiment hebt gedaan. A posteriori betekent achteraf. A priori betekent van tevoren. Kant is niet zo moeilijk. Het enige probleem met Kant is, is, dat, dat, is dat Kant de deur wagenwijd openzet voor dat wat wij noemen het geloof. Sterker nog, dat heeft Kant ook zelf gezegd. Ik moest het weten opheffen, waarmee hij bedoelt het weten opheffen als uh, kennis van alles. Of zo, hè? Want weten is op zich voor Kant geen probleem. De, de een weet wel hoe hij een brood moet bakken en de ander weet het niet. Maar het weten als het almachtige doorgrondende of zo, dat gaat mooi even lekker niet door. En als je wil komen tot het totaal te beseffen, nou, dan moet je overschakelen naar het domein van het geloof. Een kant heeft gezegd, ik moest het weten als almachtig weten. Nou, moet je er even bij denken. Ik moest het weten opheffen. Om ruimte te maken voor het geloof. Zelfs het Duits denk ik nog wel mooier klinken. Dat mag je toch kinderen leren? Ik zou dat niet doen aan jonge kinderen hoor. Maar vanaf 13 jaar. En dat je kinderen het onzag bijbrengt voor de wereld waarin ze geboren zijn. En dat je ze onzag bijbrengt voor hun eigen lichaam ook nog een keer. Want jouw lichaam is gecreëerd door die ene en ondeelbare wil. Net als die vogel aan de andere kant van de weg. En die rups die uh, over de stoeptegel kruipt op zoek naar een veilig plekje om een vlinder te worden. En dan kom je dus terug op die, die agenda, die satanistische, mensonterende agenda, die van ons ja, immorele wezens wil maken. Want zeg nou zelf, als het leven niets meer is dan een toevallige samenklontering van atomen, wat is dan. En wat is, er dan, uh, 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 wat is er dan mis met moord? Behalve dat het bij wet verboden is. Uh, waarom is dat erg als er iemand vermoord wordt? Doe, uh, uh, ik weeg momenteel. Ik, ik heb even gewogen. <laughs> ik ben gelukkig weer wat aangekomen. Ik weeg nu uh, 62 kilo. Nou, dan pak je een machette. En dan hak je mijn kop eraf. En wat weegt alles dan bij elkaar? Ja, 62 kilo zou ik zeggen. Dus wat is er dan verdwenen? Helemaal niks. Ja. Ja, maar dan hebben we jouw gouden hoer niet meer op internet. Wat maakt het nou uit? Dan gaat het over die andere moleculen gaan lopen, oude hoer op internet. Wat is er nou zo bijzonder aan het gouden hoer van mij dan? Volgens mij niet hoor, want de hoeveelheid luisteraars die ik heb. Nou. Het uh, is echt niet zo dat ze hier uh, iedere ochtend uh, onder mijn balkon staan en uh, allemaal mijn naam skanderen. Perry, kom ons toespreken vanaf jouw balkon. Gaat het goed met jou? Oh, heerser van Arnhem. Natuurlijk niet. Maar toch vindt iedereen het problematisch als ik morgenochtend vermoord word aangetroffen, of niet? Dus ik mag hopen dat mensen zich er druk over maken. Maar waarom eigenlijk? Maar neem jij aan dat periwinkel, ook periwinkel, eh, niet zomaar toevallig een samenklontering is van atomen, maar dat het allemaal gewild is door die ene en ondeelbare wil? Ja, dan vind jij het noodzakelijk erg dat ik zomaar eh, vermoord en wel wordt aangetroffen. Want dan denk je, oeps, hier gaat iets niet goed. Ofwel, hé? Nou dan. En als je kinderen gaat leren dat het, het, men, ook het menselijk lichaam niets meer is dan een toevallige samenkomst van atomen, dan haal je alle basis weg voor moraal. En dan ga je vervolgens heel verbaasd staan te kijken naar al die misstanden die je ziet in de samenleving, waarbij. Mensen worden voor treinen geduwd, en uh, kinderen worden verwaarloosd. En, uh, vaders gaan zich te buiten aan porno en zware drank. En, uh, moeders die gaan zich te buiten aan kindermishandeling en verwaarlozing. Iedereen denkt: Ja, hoe kan dat nou? nou? Ik vind dat de overheid er wat aan moet doen. Ja, het is die overheid die dat evolutiegebeuren met Darwin der, 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 bij ons door de strot duwt. Hé, hey, dankjewel, lieve overheid. Onzinverspreiders, dat jullie zijn. En het is echt heel erg. Zover als het is doorgedrongen, het is gewoon niet leuk meer. In de mensen waar ik dagelijks mee omga. Ja, ik ga er nu om met een, een aantal mensen. en die zijn begeleider in de gehandicaptenzorg. En daarvan toch echt 80% of zo. Die, die vind ik absoluut ethisch, moralistisch oké. Okay. Het zijn mensen met respect voor andere mensen. En niet allemaal, hè? maar verreweg de meeste wel. Als je die mensen zou vragen naar nou, de evolutietheorie, dan zouden ze je waarschijnlijk aankijken en, en denken: van ja, aankijken met een blik van: ja, waar heb jij het nou over? Mijn dagelijkse bezigheden zijn dat ik de noodzakelijke zorg lever. Voor mensen die dat heel hard nodig hebben. en waar voor de rest geen hond naar omkijkt. Kijk, en dan ben je ook mijn vriend. Heb jij je hart op de juiste plaats? Maar hoeveel mensen zijn er niet met een of andere uh, baan en een leaseauto? En, uh... Ik heb van die mensen hier achter mij wonen. Ik kan er bijna een roman over schrijven, man. Die hebben er twee, drie, vier keer in de week is het feest daar in de tuinen. En het zijn mensen met poen. Met zo'n uh, fris gewassen leaseauto en... En die huizen die daar uit de grond gestampt zijn... Uh, op de plek waar vroeger, uh, noem het maar, sociale woningbouw stond. Ja, de, de, waar vroeger dan... Uh, Mijn blok, dat hebben ze laten staan. Nou, die port een portiekflat heet dat. dat is een best een leuk idee. Dan heb je, heb je geen lift of zo. dat is allemaal redelijk goedkoop hier. Dan heb je één portiek en in onze portiek... Nou ja, dus in ieder politiek is dat zo. Dan heb je acht woningen. Nou, ik woon hier dan in mijn eentje. Maar vroeger woonden hier vier mensen. Mag ik aannemen. Want een gezinnetje woonde hier. En dan blijven papa en mama blijven er dan wonen. Of zo. En dan... De kinderen gaan de deur uit. En dan gaan papa en mama naar het bejaardehuis. En dan komt er weer een gezinnetje in. Neem ik aan. Ja, nu woon ik er in mijn eentje. Dat geldt ook voor degene boven mij en daarboven. Dus momenteel wonen 1, 2, 3, 4. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan heb je 7, 8 en er 9. Er 9 mensen wonen hier. Hierachter hebben ze in dezelfde hoeveelheid de kubieke meters uh, een gezin met twee kinderen. En alles gloedje nieuw hè. En een tuin. Dat zijn woningen, dat moet, dat moet richting de 500.000-600.000 euro gaan. Lijkt mij. En dan mijn oude hoeren in de tuin. Dan hoor je van die mensen allemaal zo lachen. Ha, 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 ha. <laughs> ah, en dan denk je, ja, waar gaan die levens over? En als je die mensen zou vragen van, uh, hè, hoe denk jij over die evolutietheorie van Darwin? Dan kijken ze je ook aan met een blik van, ja, waar zit je nou te zeiken? Ik maak me druk over, uh, ja, vanavond hebben we dan Gerda en Jan en, uh, en Hendrik en Doreen en, en Piet en, uh, en José. En maar wie gaan we morgenavond uitnodigen? En uh, ja, en gaan we morgen dan wel barbecueën? En... Huh? Jeetje, mijn Christus, man. De totale oppervlakkigheid... Is het ten top? Dat is het. En dat is niet goed. En dat komt omdat die mensen op school uh, dat uh, domme verhaal is verteld door da uh, van Darwin. Dat ze gewoon maar een zak toevallig bij elkaar gekomen moleculen zijn en meer niet. En de truc van het leven is dat je dat zo aangenaam mogelijk doorbrengt. Met ieder weekend uh, minimaal ieder weekend feest en liefst door de week ook nog. Want het is nu dan zaterdag dat ze achter in de tuin daar lalalala zitten doen, maar afgelopen maandag en dinsdag was het ook raak hoor. Oh, Alden ze ook weer bezoek. En die vrouwenstemmen, die komen er zo bovenuit. Hè? Ik denk ja, die levens die gaan helemaal nergens over. Nou vind ik het niet de taak van de overheid om ons uh, te brengen tot uh, levensbeschouwelijke toestanden of zo. Maar uh, nu gebeurt het tegenovergestelde. Nu hebben ze alle levensbeschouwelijke dingen de, de pas afgesneden. door onze kinderen vanaf de puberteit in te prenten. dat ze maar een zak moleculen zijn die toevallig tot stand is gekomen. Nu, ja, gaat toch weer? Het is toch onzin? Dat is, heel man, dat is niet fijn voor ons als samenleving. Snap je? Het liefste zou ik hebben dat iedereen de Bijbel begrijpt. Respect heeft voor de Bijbel. Maar als dat niet zo is, dan ga ik ook niet gelijk huilend naar huis. Maar dat ze dan wel openstaan voor een levensovertuiging... en dat ze snappen dat... Alles wat er is, dat is niet zomaar. Dat is veroorzaakt door een wil. Door één en ondeelbare wil. En daarom moet je respect hebben voor alles wat er is. Want alles wat er is, is veroorzaakt door die ene en ondeelbare wil die jou ook heeft veroorzaakt. Nou, dan loop je een groot risico dat iedereen die dan... Als je dat gaat doseren op scholen... Ja, dan is de kans vrij groot dat mensen massaal gaan kiezen voor uh, uh, veganisme. Maar nou, dan eet ik ook geen dieren meer op. Als ik snap dat die dieren veroorzaakt worden door één en dezelfde ondeelbare wil... namelijk de ene en ondeelbare wil die mij ook heeft veroorzaakt... Ja, ik ga toch niet mijn broertje en zusje opeten? Bij wijze van spreken... Ik denk wel dat als je dat op scholen gaat, gaat vertellen van Kant en Schopenhauer en ja, voor de wat ouderen Nietzsche erbij. Hè? Ja, dan ga je dat wel krijgen. Dat is dan een bijwerking, maar is dat erg dat mensen veganistisch worden? Nee, waarom? Krijg je echt geen puistjes van hoor. En nogmaals, het is niet de taak van de overheid om ons te beladen met een levensovertuiging. Ja, maar het is wel fijn als de overheid niet van tevoren gaat lopen zeggen dat iedere levensovertuiging nergens op slaat. En dat is de verkeerde kant. Van iets wat je toch al niet wilde. Snap je? Denk er even zelf goed over na. Waar komt dat Darwinisme, die evolutietheorie. die absoluut onzinnige verzameling van ideeën. van het niets is ooit geëxplodeerd. en dan had je een enorme rotzooi. en de explosierestanten van niets. Nou, daar kan ik me al niks bij voorstellen, maar goed. En dan is die, uh, dat rommeltje, dat is zich gaan formeren zomaar uit zichzelf. En toen, hop, dan had je Periwinkel. Ja, en Joris van der Berg. Ja. ja, dat kan niet. Dat is gods onmogelijk. En dat mag je kinderen vertellen. En van mij, wat vertel je die kinderen erbij dat de bijbelgelovende christenen. die hebben dat verhaal van Darwin vanaf het begin af aan. met een hele rare opgetrokken wenkbrauwen gelezen. Want wat is dit nou? Bijbelgelovende christenen. die geloven helemaal niet dat het leven zomaar toevallig tot stand is gekomen. Nee, dat is gewild. Dat is gewild door, nou wat in de Bijbel wordt genoemd, God. Punt. Snap je? Maar dat maakte dan gelijk da daar is gebruik van gemaakt, want alle Bijbelgelovende Christenen die zijn met schrijvers zoals Maarten het hart. Een die viespeuk van een Jan Wolkers en een viespeuk van een Gerard van het Reven. Er zijn alle bijbelgelovende christenen weggezet in hetzelfde hokje als de randdebielen thuis horen? En dus, als je geen randdebiel wil zijn, dan moet je Darwin aanhangen. Erg hoor. Nou, jullie mogen ervan denken wat jullie vinden. maakt mij niet zoveel uit. Ik bedoel, het kwaad is toch al geschiet. De kans dat jij naar mij luistert en dat jij volledig door die Darwin-doctrine bent geïndoctrineerd en dat je helemaal niet anders meer kan denken, die kans is 90%. En hoe moet ik jou uit die waan halen? Ik weet het niet. Ja, ik bedoel dat boekje, de, de Causale Verklaring van het Leven van Jordan, zo heet die man. Nederlander. Kan ik het trouwens nog kopen? Even kijken. Van het Leven van Jordan. Ja, ik heb hem hier. Oh, je kan hem kopen. Jeetje, maar zeven euro. Professor Jordan. Ja. Krijg je, denk ik, wel tweedehands. Heb je dan nieuw? Even kijken hoor. Maar kan ik hier niet zo snel zien. Hij is een tweedehandsje. <laughs> ja, ik heb hem hier. Ik, ik zal hem niet kopen. Ik heb hem toch al. Haal dat boekje erbij. Het is gepubliceerd in 1940. Ja, het is een tweedehandsje, want hij is gebonden. Die heb ik ook. En in goede staat. 120 pagina's. De causale verklaring van het leven. erg leuk boek, leuk geschreven en met voorbeelden, met uh, experimenten die ze gedaan hebben uit de biologie. Hè? Ja, en het experiment dat zegt alles, hè? Dat is een, een dogma uit de wetenschap. Meten is weten. Vind je dat nou leuk, vindt of niet? Maar de experimenten tonen aan dat Darwin geen enkel gelijk kan hebben. En voor zover hij gelijk heeft, doet dat er helemaal niet toe. Darwin kan niet verklaren hoe, wat er uit die experimenten is gebleken. Ik denk wel dat je op mijn kanaal dat je moet kunnen vinden waarin ik dat boekje bespreek: De korsale verklaring van het leven. Even kijken of daar. De... Ga ik afsluiten hoor. Ik ben naar mijn eigen kanaaltje toe. Nou, YouTube is een beetje staald. Hoppen naar de bas. Dat mag niet. En oh, dan zoeken we binnen dit kanaal, denk ik. Oh, boem, 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 boem. Vroeger ging dat toch anders. Laten maar... we kijken. Kausale. kausale... ...verklaring. Ja, kausale verklaring van het leven. Twee jaar geleden. Maar dit is niet. Ja, nou, daar kan je al mee beginnen. Even kijken wat ik binnen mijn kanaal kan zoeken. Kan je er... Oh ja, dat moet hier. wel. Kauzale... verklaring. Nee, die vind je wel. Die kan je wel vinden. Ik kan me ook een berichtje sturen en dan kan ik hem nog een keer bespreken als je dat leuk vindt. Ja? Hartstikke tof dat jullie hier naar geluisterd hebben. Zijn jullie in ieder geval een stukje bijgewerkt in je kennis? En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag slimmerikken.